Hallo allemaal, daar zijn we weer. Take 1. Jarig, je bent een zon geworden. Ik zie alleen maar zon. Het is wel lekker weer. Okay. Even serieus? Ja. Ik heb nog nooit zo'n zware paal getild. De betonpaal die we normaal gesproken zetten zijn vergeleken deze heel licht. Dat is niet normaal. Dat is echt niet normaal. Wat denk je hoe zwaar die weegt? Ik denk 120 kilo of zo. Op zijn minst. Ja, 100 denk ik minimaal. We gaan dus in dit tuintje ook even een stukje schutting zetten. Met de oude schutting die van de andere kant van de tuin eruit kwam. Ja, zal ik even laten zien? Dat ligt helemaal open. Het is nu een grote bouwgrond. De andere deel van de tuin hebben we al aangelegd, 3 jaar geleden. We gaan dus deze palen zetten met zo'n sleuf erin. Dus je krijgt hier van die betonplaten erin. Dus het is van bovenaf hier erin. Elke keer getild worden. Dus het wordt even een pittig stukje. Maar ja, dan is dit in ieder geval dicht. Dit was dus een houten deel. Dus ja. Mooi deze erin. Dan gaan we aan de andere kant allemaal bomen zetten. Boompjes. Wat gaan we nog meer doen? Grind, tegels, een border en een pergola met Douglas palen van 20 bij 20 centimeter. Genoeg te doen, dus gaan we even laten zien op de tekening. Ja, is goed. Oké, we gaan nu weer verder. We gaan nu even verder. Hier dus tekening. Dit is het huis. We zijn nu hier bezig. Schietje. Hier gaan we allemaal bomen plaatsen. Grind aanbrengen. Dus vandaag zijn we hier bezig. De 2 delen erin. We moeten dit stuk even op maat gaan zagen. Daar is Alessio nu mee bezig. En wordt wel even lastig omdat hij erin valt. Zal je wel zien dat hij zo direct ook die bollingen hier moet wegslijpen. Omdat normaal dit stuk moeten we zo maar zeggen hier zelf gaan creëren. Dus dat wordt wel even een gedoe, hè? De schutting die we dus nu aan het plaatsen zijn, die is denken wij wel minimaal 20 jaar oud. Dus het zijn ja, nog echt hele oude producten. Het is echt mega krom. Maar ja, ik kan wel even laten zien hoe krom dat dan is. Onderin heb ik de waterpas aangesloten. Als we dan naar boven gaan, dan zie je wel hoe krom dat is. Zie je het nog zitten vandaag? Ja, bijna klaar. 4 plaatjes slijpen. Omhoog, ja, dat snap ik wel. Rustig. Nou, de volgende 2 mag jij halen. Ach, zit niet te janken. Yes! Oh, jarig! Zit erin? Schuttingje, hortensiaatjes weer terug, schoongemaakt, hout nemen we volgende keer mee, klaar. Ja, dit er dan. Ja, radio zat heel hard, hè, bij de bouw. Vervelend, hè. Zullen we meenemen, Les? Als een bedrijfskat. Nou ja, als een waakkat. Een waakkat. Goedemorgen. We zijn weer bij project Bussum bij de kerk.
Kijk, mooi kerkje. Het is nu december al, dus we moeten echt even bijpoten om alles voor het jaar een beetje af te krijgen. Yep. Dan hebben we ook een weekje vrij eindelijk. Een week? Dat wordt een week werk hoor. Nee. Nee, we hebben eigenlijk geen vakantie gehad dit jaar, omdat we het zo druk hadden. Ja. Dus nu hebben we eindelijk een week vakantie. Wat gaan we vandaag doen? Vandaag hebben we op de planning het grondwerk. Dus alle aarde die voor de bomen nog nodig is, om dat op te vullen, erin kruien. Dan kan het worteldoek en de grindplaten erop. De grind kan er dan in, dus dat deel afgewerkt. Ja. Dan krijgen we hier bij het gras krijgen een stuk border met opsluitbandjes. Van schelvis, Oud-Hollands. Ja. Dat hebben we aan de andere kant ook gedaan, dus dat kunnen we mooi terug laten komen. En dan krijgen we bij dat terras achter, moet het terras ietsjes omgezet worden, zodat de bomen erachter kunnen nog. Mm-hmm. En dan krijgen we die pergola over de terras heen. Jeetje, dat is niet normaal hè. Wat een dingen. Ik moet kijken. Ik moet een nieuwe heup denken. Echt, een Had je daarop gekeken? 15. Dat is prima te doen, hè? 4 meter. Ja. Dus ik denk 20-20. Nou, dat zal niet heel veel verschillen. Nee. Maar het is echt bizar. Want je drieën was gewoon kapot. Ik heb een hele blauwe heup. En aan de achterkant daar stonden bouwstalmatten, 3 meter hoog, met klimplanten. Komen daar nu ook bomen? Maar er komen ook leibomen. Dat achterburen die daar een huis hebben gekocht, die vinden die matten niet zo mooi. Dus dat gaat dan weg. Dus we krijgen ook nog bomen. Okay. En aan de zijkant hebben we een aantal extra nodig. Een paar jaar geleden hebben wij dit al aangelegd. Toen hebben we ook GS-platen gebruikt. Die hebben we hier gewoon, zoals je ziet, intact gelaten. Dus we hebben hem niet afgeslepen, omdat we wisten dat er een uitbreiding zou komen. En je kan hem nu dus gewoon weer mooi verlengen met een nieuw plaatje. Mooi. Lusjes voor de lampjes. Ja. En het grindje erin. Dan mengen we een beetje door met het oude. Ik kan wel weer goed zien hoe de taakverdeling is. Nou, zeg dat ik baas of ben. Ja. Jij, scheppen, nu, hier. En hoe? Hallo. Is dit in huis geworden? Goed, waar waren we gebleven? Ja. De taakverdeling van de baas en de stagiair. Dus de stagiair die gaat dan zitten op de kruiwagen. En de baas die staat keihard grind te scheppen. Dat is wel raar, hè? Dat is toch altijd. Ja, dat wel. Maar we hadden het net even over het grind daar, dat we gemengd hadden. Ja. Wat je altijd even moet onthouden is als je met natuurproducten gaat werken, zoals met dit grind. Het is wel kerselgrind, alleen je moet je voorstellen als ze dat uit de rivier of ergens halen, kan het natuurlijk nooit precies dezelfde kleur zijn als de andere. Nee. Het komt wel heel erg in de buurt natuurlijk. Maar deze is ook net ietsjes groter dan wat we daar hebben liggen. En er zit her en der, dat zie je ook wel. Er zit wat wit grind in. Er zit wat wit spul tussen. Lijkt wel Carrara grind. Een beetje het verschil, maar uiteindelijk ga je dat niet meer zien. Dan zit het gewoon door elkaar heen hard. Ja. Dan, dat is ook zo. Hey, als het grind erin zit, dan gaan we de tegels tillen. En de tegels, die zijn dus 1 meter. Bij 1 meter. Rug, schouder, door je rug, door je rug. Knoei. Tillen. Je moet die zak erin tillen, kijk. Dat laatste restje, die kan je gewoon zo tillen. En mama die werkt hier gewoon om de hoek. Om de hoek. Dus we gaan morgen gratis eten. Ga ik wel vanuit, ja, bij de bakker. Ja, hè? Lekker. Ook je moe voelen?
Hij denkt, waarom zaagt hij met de hand? Nou, omdat het dan vaak net wat mooier wordt. Het is al zo donker dat je een zaklampje aan hebt gezet. Ja. Oude monnik. Een beetje in de winter, hè? En als je dan druk hebt, dan moet je even door. Kijk, we zijn die balken nu natuurlijk aan het doen. Echt? En we gaan morgen die palen zetten. Ja. Oh. En daar bovenop komt dan een halfhoutsverbinding. Dat vinden wij altijd wel het mooiste, omdat je dan geen staal hoeft te gebruiken. Je hoeft geen stalen verbindingen te gebruiken. Nee. Wel stalen schroeven. Maar... beetje mistig weertje. Viezig. Het is koud, 0 graden. Ja. Alets heeft alweer van je voorouders of niet? Klopt. Ja. Romeinen. Wat heb je gevonden? Ik denk een graftombe of zo. Maar er zit een muur in die grond. Hier krijgen we in de hoek van deze lijn krijgen we de staanders voor de pergola. Ja. Ze begonnen heel fanatiek te graven en dan zit er weer een muur. Let's go! Nou, dit is wel een hele goeie om even uit te leggen. Als mensen dus aan ons vragen, ik wil een offerte. En de budget, zal ik maar zeggen, moet precies zoals op de offerte zijn. Dat kan bijna niet, hè? Nee. Je moet altijd een stelpost eigenlijk neerzetten. Want dit kan je natuurlijk nooit van tevoren weten. En normaal kost... nee, maar normaal kost een gat van een kwartiertje werk. Ja. En nu ben je gewoon een uur... deze stenen eruit aan het uithalen. Ik heb denk ik een kwart gegraven. Als het niet meer is. En afvoeren. Heel goed, Louis. Hij begint het al te leren. Hè? Hij begint het te leren. Hij dacht ook een beetje zo van... doe ik even. 5 euro per uur is genoeg. Ja. Ik ben dus bezig met die halfhoutsverbindingen. Dan ben ik hier een aan het zagen. Dus dit moet 20 zijn. Dit moet 10 zijn. Als je hier een foutje maakt, dan klopt natuurlijk de volgende niet meer. Dan sluit hij niet meer mooi aan. Ik moet nog 4 van die halfhoutsverbinding maken. Best wel even een werkje. Vooral omdat het zulke dikke balken zijn. Maar dat gaat wel goed komen. De eerste 2 liggers, die zitten erop. En vast. Nu moet Jarg dus aan de andere kant. Nog 2 hapjes eruit halen. Hij is echt heel blij. Ik ga even omhoog. Dat jullie zo langzaam hebben gewerkt. Wij hebben al die palen hier geplaatst. Louis en ik. En Jarg. Dat is lekker, niet waar, Vin. Jarg heeft lekker met zijn dremeltje. Ja, ik ga er maar doorheen zagen. Lekker met zijn dremeltje. Lekker gezeten daar zo. Lekker een beetje hoekjes eruit zagen. Een beetje schuren. Nee. Wat heb je dan gedaan? Jullie geholpen! Met wat? 12 uur was. En die kut. Palen zaten er nog niet in. Ik ga tegen Jezus vertellen. Die woont hier vroeger. Hij is waterpas. Als je dan een haakse hoek hier gaat zetten, dus als je zegt dit is haaks, maar check hem ook altijd even zo en een keer zo, want die balken kan nog wel eens scheef zijn.